Er zijn honderdduizenden werkgevers in Nederland. Eén ding hebben ze gemeen, zonder hun werknemers zijn ze nergens. Om het bedrijf productief te houden is het cruciaal dat werknemers gezond blijven en plezier houden in hun werk. Nou, wij zijn een echt familiebedrijf en onze werknemers zijn vaak tientallen jaren bij ons in dienst. Dat is ook voor ons echt een reden om te investeren in de goede gezondheid van onze mensen. Alleen ja, wij zijn bouwers en geen artsen, dus ja, hoe pak je dat dan aan? Gezondheidsbeleid is een essentieel onderdeel van de bedrijfscultuur. Maar niet elke werkgever hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Bedrijven kunnen van elkaar leren. Daarom is er het werkgeversforum Kroon op het Werk. Het werkgeversforum is een organisatie van bedrijven voor bedrijven. Het verbindt door een netwerk door heel Nederland en zorgt daar voor effectiviteit en voor kostenbesparing. Het werkgeversforum streeft drie doelen na. Het brengt werkgevers samen, ontwikkelt instrumenten en biedt de mogelijkheid werknemers en vacatures uit te wisselen. Tijdens diverse bijeenkomsten brengt het forum werkgevers samen. Het belangrijkste voor het werkgeversforum is het netwerk. Het organiseren van bijeenkomsten door het hele land. U ontmoet ondernemers elkaar, luisteren naar elkaar, leren van elkaar. Een van de jaarlijkse bijeenkomsten is de Kroon op het Werkprijs. Daarbij wordt een werkgever beloond voor zijn gezondheidsmanagement. En wij hebben die prijs in 2004 mogen ontvangen. En dat betekent een enorme stimulans om je gezondheidsbeleid in je organisatie voor je werknemers nog verder uit te bouwen. Ja, we kwamen in contact met het werkgeversforum. En toen merkten we dat we best wel op de goede weg waren. We leerden ook andere bedrijven kennen en toen merkten we toch wel dat we veel van hun kunnen leren. Om gezondheidsbeleid beter te integreren in de bedrijfscultuur ontwikkelt het werkgeversforum diverse instrumenten. Zoals de Workability Index en de Benchmark. Ik maak met vier collegabedrijven gebruik van de Benchmark Gezondheidsmanagement. Waarbij mijn werkwijze wordt vergeleken met die van de anderen. Je case wordt in de groep besproken en met de uitkomsten kun je direct aan de slag. De Workability Index die gebruiken wij als proactief instrument voor de begeleiding van onze medewerkers. Dat is een eenvoudige methode om zeg maar, de problemen van medewerkers boven tafel te krijgen, bespreekbaar te krijgen met de medewerkers, om daar vervolgens preventief gezondheidsbevordering op toe te passen. Ten slotte worden werknemers en vacatures uitgewisseld via poortwachterscentra. Een belangrijke activiteit van het werkgeversforum is het poortwachterscentrum. Dat is het centrum waar werkgevers elkaar vinden in het geval van arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemers. De werknemer die op de ene plek gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan op de andere plek uitstekend zijn. Dus een win-win situatie voor werknemers en werkgevers zonder bureaucratie en zonder hoge kosten. Voor onze Gamma en Kawai bouwmarkt heeft het een grote toegevoegde waarde op kennisgebied om oud-werknemers aan te nemen uit de bouw en techniek. Het poortwachterscentrum stelt deze vrijblijvend aan ons voor. Deze mensen die zijn ongeschikt geworden in hun eigen werk en kunnen van grote waarde zijn binnen onze vestigingen. Leden van het werkgeversforum profiteren van de know-how van collega-bedrijven, de instrumenten die ontwikkeld worden en de mogelijkheden om werknemers uit te wisselen. Doe mee en profiteer van de voordelen die het werkgeversforum u te bieden heeft.